Oké, en we blazen... Oh! Sorry mevrouw, vergeef me! Maar je hebt wel een hele mooie kont. Bam! What the fuck! Volgens mij is de kerstman gewoon een moordenaar. Het is gewoon een moordenaar! Hey iedereen, vrolijk kerstfeest namens mij! Yes! Jingle bells, kerst doet mij veel pijn. Ik heb niemand om me heen, dus ik zal weer alleen zijn. Hey! Jingle bells, ik voel mij heel kut. Is er iemand die om mij geeft of boeit niemand een fuck? Vandaag speel ik met jullie 3 random guest games. Yay! Yo gasten van het Gameportaal, mijn naam is Ronan en vandaag is het kerst. Yay. Dus ik dacht van, hey, laat ik vandaag leuke kerstgames spelen. En de allereerste game dat ik vandaag met jullie speel is Christmas Shopper Simulator. Meestal als het kerst is, is het een enorme chaos bij winkels. Zo te zien kunnen we kiezen tussen een man of een vrouw. Wij gaan gewoon een man zijn. Daar zijn we dan. Hallo iedereen. Even kijken, wat is de bedoeling? Wat is dit voor... Wow, waarom vliegt dat ding? Wat gebeurt hier nu al? Dan kan de rest gezellig met je mee. Ja, yeah! Woo! Best game ever. Mevrouw, wat ben je aan het doen? Sorry mevrouw, vergeef me. Maar ik hoorde hier net een telefoontje afgaan. Dus daar lopen we eventjes naartoe. Onkel Steve houdt van shampoo. Dus wij moeten een shampoo halen. Maar waar kan ik shampoo halen? Shampoo! Wow, holy shit. Waarom kan ik zo hoog springen? Zo te zien staat er gewoon een pijltje boven mijn hoofd. Oké, we moeten hier dus zijn. We gaan eventjes shampoo kopen. Hallo meneer, ik wil graag dit hebben. Reken het af alsjeblieft. Reken het af. Hoe kan ik dit laten afrekenen? Of moet ik speciaal deze shampoo pakken die op de toonbank staat? Meneer, alsjeblieft. Huppakee, we did it guys. Onze allereerste cadeautje. Even kijken wat erin zit. En zo te zien moeten we het cadeautje dan hier plaatsen. Hé, mevrouw, voel dit. And we did it, yeah! Ik voel de kerstspirit al. Halleluja. Mevrouw, ik vind het niet fijn dat je zo aan het dansen bent. Dus ik trap je gewoon... Waarom kan ik jou niet trappen? Ik probeer je te trappen, mevrouw. Zo ter zin gaat de telefoon weer af. Hallo? Die heb ik aan de lijn. Je nieuwe ijsbeer heeft een jumper nodig. Sinds wanneer heb ik mijn eigen ijsbeer? Sinds wanneer? Ik heb altijd al een ijsbeer willen hebben. Oké, we moeten eventjes kijken. Wat moeten we hier kopen? Moeten we speciaal die rode pakken? Ik moet die rode hebben. We gaan dit gewoon verplaatsen. Huppakee. En dan kunnen we er waarschijnlijk nu toch wel bij. We hadden maar 1 trein nodig en we kopen meteen 3. We gaan niet meteen met kerst onze YouTube monies opmaken. Meneer, ik wil graag dit afrekenen. Huppakee. Oké, geef mij dat cadeau. Waarom kon je dat cadeautje gewoon niet teruggeven, man? Ben je zo lui? Oké, en we blazen... Oh. Sorry, mevrouw. Vergeef me. Maar je hebt wel een hele mooie kont. En we hebben het weer gehaald, hoor. Applausje voor onszelf. Dit is echt de raarste reclame die ik ooit heb gezien. Dieren onderbroeken. Please don't. Zijn deze 2 mensen voor mij dronken? Hé. Hey. Wat ben ik nou weer aan het... Wat ben ik aan het doen? Ragdoll Games. 10 out of 10. Hey. Hey. De telefoon gaat weer af. Wat? Lisa houdt van documentaires over mieren. Leuk. Leuk, Lisa. Heel leuk. Dus wij gaan voor onze chickie. Ik hoop tenminste dat Lisa onze chick is. Een kerstcadeautje halen over mieren. Oké, we lopen hier naar binnen. Hoe kunnen we die pakken? Nee, daar kunnen we toch niet bij? We kunnen dit ding verschuiven. En dan pakken we deze televisie, hoor. Hoe houden wij dit vast? Dat is praktisch onmogelijk. Pak het in. Huppakee, mooi ingepakt door mevrouwtje. Het spijt me, meneer. Kunnen we het cadeautje vanaf hier erin gooien? 3, 2, 1. Ah! Volgens mij heb ik dit zo voor mezelf verprutst. Hoe moet ik dit oplossen? We springen. En we hebben hem weer. En we gooien hem hierin. Yeah! YMCA. Waarom doen ze hier de Village People dans? Waarom doen ze dat? Dit is de dames wc. Een lange, lange, lange rij. Maar waarom staat hier een man in de rij? Waarom? De volgende game die ik speel heet Santa is going to get you. Ik heb geen flauw idee wat voor spel dit is. Maar we zijn dus beland in een soort van wonderenwereld. Oh god. Oh god. De kerstman zit achter ons aan. Nee. Maar waarschijnlijk is de bedoeling om wat koekjes te pakken. Ik heb geen flauw idee. Maar we gaan zoveel mogelijk koekjes proberen te vinden. Want wij willen niet worden gepakt door de kerstman. Die sukkel. Daar is hij weer hoor. Oké, stel staan. Zoek alle koekjes. Waar zijn alle koekjes? Zo te zien zoekt die kerstman ons. Hij heeft mij gevonden. Oh, wegwezen, wegwezen, wegwezen. Zoek de koekjes. Oh. Hier is weer een koekje. Oké, pak hem. We hebben alweer 4 koekjes. Ik ben trots op mezelf. Is het 5e koekje, hoor. Druk op C om Santa-bom te creëren. Oké, we hebben een bom gecreëerd. Denk ik tenminste. Kan ik hiermee gooien? Voel dit.
Oh! Wat zijn dat voor geluiden? We moeten dus meerdere koekjes proberen te vinden om er een bom ervan te maken. Het zal allemaal wel. Ik moet toegeven dat dit best wel een leuk spelletje is. We hebben bijna 3 bommen. Oké, nog eentje. Oké. Voel dit! Oh, nee, hij gaat me pakken, Oké, hij is in één keer super snel geworden. Hij is heel erg snel geworden. Wat is dit voor spel? Eén ding vraag ik me wel af. Wat is de bedoeling van deze game? Het slaat gewoon oprecht nergens op. Oké, de kerstman komt eruit, dus we gaan snel bommen creëren. Oh, nee. 1, 2, 3, 4, 5. Hij komt weer dichtbij. We pakken deze koekjes ook even op. Voel dit! Oh, bam. What the fuck? What the fuck is dit? Was dit het? Milkland is safe for another year. Ik heb cash gered, jongens. Yeah! Het laatste spel dat we gaan spelen is een schoonmaakspelletje. Want de kerstman maakt soms wel een bende als hij bezig is met de cadeautjes inpakken en al die dingen. Ik ben ingehuurd om zijn schoonmaak te zijn. Ik ben best wel benieuwd naar het resultaat en hoeveel ik moet opruimen. Oké, daar zijn we dan. Wat is hier gebeurd? What the hell? What the hell is hier gebeurd? Volgens mij is de kerstman een beetje gek in zijn hoofd. We pakken eventjes een emmertje met water. Die leggen we hier eventjes neer. Leg het neer. En dan gaan we nu eventjes schoonmaken. Al dat bloed en zo. Maar wat moeten we met dit elfje doen? Die gooien we gewoon in het open. Ik voel me zo duister. Dan gooien we jouw elf er ook meteen in. Huppakee. Want dan kan ik namelijk het bloed eventjes weghalen. Zodat het een mooi... Zodat het kantoor van de kerstman weer helemaal mooi wordt. Ik snap wel waarom de elfjes dood zijn gegaan. Cadeautjes inpakken is ook lastig. We pakken jou eventjes op en gooien jou ook allebei in het open haard. Weet je wat, we gaan wel eerst op zoek naar alle elfjes. Die gooien we dan eventjes daar meteen in. Zodat we daar meteen vanaf zijn. Zo, huppakee. Het spijt me, Dobby van Harry Potter, dat ik dit moet doen. Het spijt me. Sorry. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat de kerstman met de elfjes heeft gedaan. Dit kan niet komen door inpakken. Volgens mij is de kerstman gewoon een moordenaar. Het is gewoon een moordenaar. En het ruikt zo fris. Als het schoon is. Volgens mij moet ik nieuw water. Oké, die plaatsen dan even hierop. Geef ons nieuw water. En die plaatsen dan even hier neer. Zodat we alles hier eventjes kunnen opruimen. Dit spelletje is zo duister. Hoe komen mensen hierop? Ik ben blij. Ik ben vrolijk. Ik ben blij. Want het begint al een beetje wat schoner uit te zien. We pakken eventjes een nieuwe emmer. Want dan maken we deze kamer gewoon helemaal schoon. Even alle bloedvlekjes weghalen. Van alle gestorven elfjes. 1 duimpje omhoog is 1 respect. Dankjewel. Zo, dit begint er al mooi uit te zien hoor. Maar er ligt hier nog een elfje. Sorry, elfje, je bent de laatste. Hey! Doe jou eens met tapijt weer vies. Oké, brand maar. Beetje mijn tapijt smerig maken, hè? Hoe durf je? Nu moet ik dit weer schoonmaken. Ik heb zo'n rot leven. What the fuck? Waarom kwam dit uit de schoonmaakmachine? Dit was raar. Dit arme voetje. Ik vind het zo sneu. Volgens mij was de kerstman echt een hele rare man. Arme elfjes. Oké, we maken deze muur eventjes goed schoon. Zo, hè. Oh nee, ik maak het erger. Nee. Hoe komt hier in één keer bloed? Hoe komt hier weer in één keer bloed? Weet je wat? Ik heb geen zin meer om voor de kerstman te werken. Fuck this shit. I'm out. Yo iedereen, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ik wou toch nog wat zeggen aan het einde van deze video. Mensen, fijne kerstfeest. Kerst is serieus voor de meeste mensen een geweldige periode. Gezellig met vrienden, familie. Lekker eventjes samen zijn met lekkernijen, films. Op YouTube of gewoon het gameportaal voor mij kijken. Maar echt vrolijk kerstfeest. YouTube is de afgelopen tijd best wel veel veranderd. Positief en negatief. Er is veel drama gekomen, veel clickbait. Niet dat clickbait erg is ofzo, want ik doe het zelf ook. Er heerst een beetje een raar sfeertje op YouTube. En ik hoop serieus dat in 2017 dat gewoon helemaal weg is. In 2016 is er ook veel gebeurd met dat gameportaal. Mo is weggegaan om op zijn eigen kanaal te richten. Ik werd een beetje overspannen na 6 jaar. YouTube te doen met Timo en dan in één keer alleen. Ik wil jullie gewoon bedanken, want jullie hebben mij en Timo echt heel veel gesupport. En dat waarderen we zo erg. 2017 gaat een nog leuker jaartje worden. En natuurlijk buiten jullie om wil ik natuurlijk ook Joost, Link, Jeremy, Enzo, Milan, Duke en Pascal, Wilbert en natuurlijk Timo. Echt super bedankt. Ik zie jullie zonder grappen echt als mijn beste vrienden. 2017 gaat ook slecht. Wat serie? Waarom zegt hij slecht? 2017 gaat ook voor jullie echt heel erg tof worden. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En veel plezier vanavond, morgen of wat dan ook. Met je familie, vrienden. Of helemaal alleen. Mag ook. Zeg bedankt voor het kijken, jongens. En vrolijk kerstfeest. Doei. Good, 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 good
Let's go.